Samen heel de dag. En ik weet, ik voel dat ik je stiekem al best mag. Dat kan dat, kan ik dat al aan? Ik heb hier al eens eerder gestaan. Maar stap voor stap, ik zet me schrap voor een wervelwind die ik aan kan. Stap voor stap, ik zet me schrap voor een wervelwind die ik aan kan. Ik voel het voor de eerste keer. En ik voel het voor de eerste keer. Zich verspreidt linksaf of rechtsaf. We zien wel wat er overblijft. Durf te dromen en durf te doen. Misschien geef ik je zo stiekem wel een zoen. Stap voor stap, ik zet me schrap voor een wervelwind die ik aan kan. Stap voor stap, ik zet me schrap voor een tegenwind. Ken ik al lang. Ik voel het voor de eerste keer. Oh. En ik voel het voor de eerste Ja, dat was er live in de studio hier, Miss Nuka. Echt hartstikke goed. En ja, Nicky, jij hebt daar uitgekozen. Waarom ben jij zo'n fan van Miss Nuka? Nou, het grappige is, wij hebben hier al eerder mensen in de studio gehad, een tijdje geleden. Daar kreeg ik een berichtje van. Op de een of andere manier, dat is Midas, die weet mij altijd te bereiken. En die zegt altijd, joh Nick, ik heb er iemand. En die stuurde dat en dacht ik, nou ja, die moet bij Martijn en Nicky in de studio komen. Toen wist ik stiekem dat Robert je ook al uitgenodigd had, maar ik wil sneller. Dus nee, ja, wat ik met Martijn altijd afspreek is, wij laten beide even de muziek aan elkaar horen. Joh, willen we dit bij ons een uitzending? En het is een beetje laat. Zijn we gewoon als ik nu zou zeggen, nee, dit is niks, dat is ook een beetje. Nee, maar jij bent ook niet Martijn. Nee, maar dan meestal zijn we het ook heel snel met elkaar eens. We luisteren even een stukje en dan is het van, ja, dit willen we gewoon. En dan gaan we iemand platstalken tot het er zijn. Maar Anouk was eigenlijk heel snel heel enthousiast. En daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel dat je hem hier wilde laten horen. En ik durf bijna niet te vragen, maar heb je misschien nog een nummertje voor ons dat je kan laten horen? Ja, natuurlijk. En heel graag gedaan. Leuk dat jullie, nou ja, dat ik hier mag zijn ook. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Hartstikke welkom. Ja, als ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar dan doen we. Ik heb nog wel een Nederlands nummer. Het is wel een cover. En het is een beetje mijn eigen bewerking van het bekende nummer van Guus Meeuwis. Dus ja, die weet ik wel een stukje. Welke van Guus Meeuwis ga je zingen? Ja, hoe heet die? Het Spoor? Nou, ik kan je één ding zeggen. Robert en ik zijn fan. Let's go. Oké, okay, nou dan is deze lekker voor jullie.
weg van jou. Want ik ben weg van jou. Vanochtend vroeg vertrokken in de luwte na de nacht. Heb 10 minuutjes op de trein gewacht. Maar die had wat vertraging en mijn god, daar baal ik van. Omdat ik nu 10 minuten minder lang bij jou blijven kan. Oeh, ik denk. Station naar station, ik kom op plaatsen waar ik nog nooit ben geweest. En ineens rammelt en karrelt en je vrouw wil je koffie of thee, ik heb wel dorst. Toch zeg ik nee, 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 want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller slaat. Ik kijk uit het raam om te zien of zij daar staan. Gedegedeng, 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 gedegedeng. Doen jullie mee? Ja, Miss Luca met haar eigen versie van Kedenkedenk per spoor, hè, van Guus Meeuwis en Van Gant. Nou, ik vind deze veel beter. Ik vind hem echt ontzettend mooi. Het geeft even een hele andere sfeer, dat hele nummer. Ja. Dankjewel. Miss Luca, dankjewel voor het komen. En als de volgende single uit is, dan ga ik wel vanuit dat hij er komt. Ja, dan kom je dan weer langs. Dan komt ze bij mij. Superleuk, ja, zeker. Ja? Dankjewel. Gelukkig, helemaal goed. En dan hoop ik dat Martijn er ook erbij is. Dan hebben we het team gewoon helemaal compleet. Nou, dankjewel. Zeker. Miss Nuka, live hier bij in de Sleutelstad Studio. De lekkerste hit.